Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Ahoy loopt vol, logisch, want het ABN AMRO World Tennis Tournament is weer in de stad. Daarom Tennis Plaza op TV Rijnmond met straks onder andere de topfavoriet Juan Martín del Potro. Maar we gaan eerst de tribune op, want terwijl iedereen een plekje zoekt, treffen wij een bijzondere bezoeker. Dane Seeley is een Amerikaanse Nederlander met als hobby's fotografie en tennis. Oh, het leuke van deze, hij moest de racket loslaten. Hij is rechtshandig, maar ziet, hij moest hem loslaten. Hij kon hem alleen met de linkerhand spelen, hij kon hem niet eens pakken. Ja. Mijn naam is Dane Seeley en ik kom hier al een paar jaar kijken naar de tenniswedstrijden. Gewoon om te genieten. En ik neem ook mijn fototoestel mee, het is mijn trouwe vriend. Je ziet het altijd op televisie, je kijkt op internet, zie je plaatjes van de spelers en een aantal zijn eigenlijk mooie atleten. Ze kunnen prachtig spelen en het is ook mooi voor mij om dat te kunnen vastleggen. Ik kan altijd terugkijken met genot naar de wedstrijden. Tsonga is een van mijn favoriete spelers. Hij is heel krachtig, heel atletisch en hij heeft ook heel veel emotie op de baan en hij laat dat ook zien. Dus dan kan je vaak mooie foto's van hem schieten. Als ze in beweging zijn, zeker als ze explosief in beweging zijn. Dus bijvoorbeeld ineens voor een volley of een overhead smash. En harde service, dat soort ballen vind ik mooi. En Tsonga, hij slaat van beide kanten heel hard. Dus ik probeer op dat moment dat hij beweegt naar de bal toe om dat te kunnen vastleggen. Soms weet je niet waar ze staan. En ik merkte bijvoorbeeld aan het eind, je wil ook deels de wedstrijd bekijken. Als je alleen maar achter de camera zit, dan mis je de actie deels. Dus, maar ik weet aan de andere kant, voor mij een foto is wel ook een herinnering. Dus ik wil ook een mooie foto kunnen vastleggen. Dus dan vraag ik aan degene naast mij, wat heb ik gemist? Ik woonde in New York, ik ben opgegroeid daar. En dan kijk je naar de wedstrijd op de US Open. Ik woonde dichtbij Flushing Meadows, dus dan dacht ik van ja, dat zou zo leuk zijn om een keer daar te kunnen spelen. Maar goed, ik kijk en ik geniet evenveel. In het algemeen, ik hou ze voor mezelf en ik denk, een keer als ik oud en grijs ben, dan ga ik terugkijken en genieten. Dat zit eigenlijk. Ik doe daar verder niets mee, maar het is voor mijn eigen plezier. In 1998 kwalificeerde ik me voor het eerst voor het ABN AMRO toernooi, voor het hoofdtoernooi. Ik won 3 rondes kwalificatie en die laatste ronde kwalificatie was een aparte wedstrijd. Ik speelde tegen Sander Groen en Sander Groen was een beetje de Nederlandse versie van John McEnroe. Die kon echt helemaal gek worden en ja, weet je, ruzie met scheidsrechters, ruzie met publiek, alles erop en eraan. En ja, het was natuurlijk in Ahoy in Rotterdam, dus er waren best wel wat mensen waren er komen kijken. Die waren toch net iets meer voor mij dan voor hem. Dus op een gegeven moment win ik de eerste set, win ik 6-4. En Sander die loopt heel rustig van zijn bankie, loopt hij naar de tribune toe daar zo. Die gaat ervoor staan en die zegt tegen die mensen, mensen, jullie kunnen Raymond Sluiter echt niet de top 100 in klap hoor. Hij zal dat echt zelf moeten doen.
Maar ja, ik vond dat wel een mooie opmerking. Vervolgens zegt hij tegen een vriend die achter hem zit. Zegt hij, Karel, start de auto maar alvast, want over een kwartiertje zijn we klaar hier. Ik heb het helemaal gehad. En die geeft vervolgens die tweede set geeft die volledig weg. Die heeft, weet ik niet hoe vaak, het dak geraakt. Alles de tribunes in. En op die manier kwalificeerde ik me dus voor het eerst voor Ahoy. Hartstikke blij mee, want ik kan me voorstellen dat als het spannend was geworden, dat ik toch wel een trillend armpje gehad had. Maar dat was met dank aan Sander Groen niet nodig. Zelden is toernooidirecteur Richard Krajicek zo opgelucht geweest met de komst van Juan Martín Del Potro. Na de afzegging van de Australian Open winnaar Stanislas Wawrinka was ook de komst van de titelverdediger onzeker. Hij liep tijdens dat Grand Slam toernooi een polsblessure op en besteedt er, zo te zien tijdens de warming-up, nog steeds veel aandacht aan. Ook in een tenniswinkel in Rotterdam-Zuid zijn ze erg blij met de komst van Del Potro. De Argentijn is er om handtekeningen uit te delen, op de foto te gaan en typische kindervragen te beantwoorden. Ik was at home and I think I learned to cook a chicken. Dat is weer eens wat anders, want even later gaat het tijdens de persconferentie in Ahoy maar over één lichaamsdeel. My first question is not really original, but about my wrist. Yeah, I'm sorry. Maar hoe voorspelbaar het ook mag zijn, het doet er wel toe, want Del Potro staat sinds zijn blessure pas weer een paar dagen op de baan. I lost muscle, I lost energy in my left arm, and because I was like 20 days without practicing tennis, without gym, and just 3 or 4 days ago I started to practicing again. En tijdens de training lijkt vooral zijn backhand nog niet helemaal in orde. I'm still feeling something unconfident playing the backhand, but I think I will reach my first round in good shape, and also if not, will be a good training for me playing here and looking forward for the rest of the season. Dat klinkt nog niet echt overtuigend. De vraag is waarom de Argentijn dan helemaal naar Rotterdam is gekomen om te spelen. I'm defending champion and I feel something special on this tournament. I think I did a good decision coming here. Of dat echt zo is, zien we morgenavond. Dan speelt hij tegen Gael Monfils. En dan kan hij dit goed gebruiken. En good luck with your wrist. Thank you. Okay. Van Juan Martín Del Potro naar het tennis van vandaag. Vanmiddag stonden er 3 partijen op het centercourt geprogrammeerd. Het commentaar bij de beelden is van Frank Stout. Michael Jusny serveert op Igor Seisling en de Nederlander kent een uitstekend begin van de wedstrijd. Schitterende backhand passing over de hoge kant van het net. En de Amsterdammer speelt gewoon goed. Hij breekt de rust direct en Jusny heeft eigenlijk in elke service game problemen met Seisling. Ook nu het 4-2 staat. Jusny maakt veel onnodige fouten en Seisling speelt gewoon goed. Hij toonde vorig jaar al aan dat hij kan stunten in Ahoy. Toen won hij in de eerste ronde van Joe Wilfried Tsonga. Hier een prachtige backhand langs de lijn. Zo breekt hij de rust al voor de tweede keer in deze set. Bij een stand van 5-2 mag hij de eerste set gaan uitserveren 6-2. In het voordeel dus van Igor Seisling, de nummer 64 van de wereld. En Michał Jusny, de nummer 15 van de wereld, stelt teleur in zijn 10e optreden in Ahoy. Hij won al eens in 2007, maar hij oogt niet fit. En Igor Seisling, hij loopt gewoon veel beter dan de Rus. Die niet fit lijkt, zoals gezegd. Hij gaf vorige week al in Zagreb ziek op in het dubbelspel. En Jusny is geen moment de topspeler die hij in feite wel is. Hier verslaat hij zich. En kijk naar het aantal onnodige fouten. Michał Jusny heeft er 20 en Igor Seisling speelt degelijk. En daarom valt er op de overwinning van Seisling helemaal niks af te dingen. Hij wint met 6-2 en 6-2. En speelt in de volgende ronde tegen de Duitse qualifier Berger. En dus zou je zeggen dat de weg naar de kwartfinale open ligt voor Igor Seisling. Nieuw in Tennis Plaza. Hoe snel en behendig ben jij op de baan? Je start op het midden van de baseline, rent zo snel als je kan naar de overkant, gaat zitten op de middelste stoel, direct door naar het net, eromheen en sprinten naar de baseline. Laat je de bal vallen, kost je dat 10 strafseconden. Wie aan het eind van de week de beste tijd heeft neergezet, wint een tennispolo van Lacoste. Rita zette gisteren de uitermate scherpe tijd neer van 2:52. Dat kan beter, Christina. Klaar voor de start? Go! Thank you.
En we hebben een nieuwe nummer 1. 45 seconden plus 20 seconden aan straftijd. Ga daar maar eens overheen. Thank you, it was fun. Thanks. De play of the day is een cruciaal punt uit de partij tussen de serverende Florian Meijer en Jo Wilfried Tsonga. Meijer wint de eerste set, maar heeft nu breakpoint tegen. En op het moment dat het echt moet, doet publiekslieveling Tsonga dit. Schitterend punt. Tsonga pakt de tweede en de derde set en gaat na een moeizaam begin toch naar de tweede ronde. Tot zover Tennis Plaza voor nu. Morgen zijn we er weer, want ook morgen is in Ahoy het ABN AMRO World Tennis Tournament. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO.